Yo, wat is up guys? It's your boy Nimran en vet jullie kijken bij deze video. Vandaag zijn we in Newspaper Tycoon. Dus we gaan hier aan beginnen. We gaan naar onze warehouse toe. En we krijgen hier een cutscene. You were recently fired from your previous newspaper company where you had worked for years. Okay. You were furious as you had spent half of your life working for them and they fired you for no reason. Okay. After a week, you decide to start your own newspaper company and vow to get revenge on the people who fired you by buying their company. Dat gaan we inderdaad proberen, dat is wel de bedoeling. Hello there, it's your first time playing this game, would you like the tutorial? Nee, ik weet hoe dat werkt. Ik weet hoe dat werkt. Dus, we gaan hier een basic PC pakken. We gaan tikken. We gaan eigenlijk newspapers tikken. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling van het spel. Zo, dus dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Nu gaan we 5 van de 5. En daarmee kunnen wij dus op onze bike naar deliver here. Ik hoor er even af. Hup, delivered, hebben we 20 bijgekregen. Nee, dat is niet zo heel veel. Zeker niet omdat we nog best wel wat nodig hebben. We gaan volgen naar clean-up building. Nou, hebben we iets van ink nodig? I don't know. Ik heb het gepakt. Alright, we hebben dus nu 80 in onze beschikking. We hebben onze building en we gaan ook gelijk hire a friend doen. Dat we hier wat meer geld gaan hier verzamelen. We hebben dus ook wat meer newspapers hebben. Dat zijn we eigenlijk aan het tikken. Bro, kan je een beetje voortdoen of niet? Die papers moeten klaar zijn. Doe voort. Wat zeg je mij? Dat niet gaat. Dat je te hard aan het werk bent. Nodig dat mensen uit om hier te komen werken, hè? Ik ben toch ook mee aan het helpen? Ik ben het niet alles alleen aan het doen, Pippo? Kom, ik zal u... Van uw leider verlossen, kunnen we verder werken. Hopla. We hebben papers nodig, hè, vriend. Ik denk dat geld niet zomaar in één keer binnenkomt stromen. Maar ah, je moet voor gewerkt worden. Ja, dat interesseert mij niet. Je moet werken. Och, houd toch op, joh. Dat is onze buddy. Die weet nooit wat de man toon is. Wat? Ik betaal je al goed genoeg. Hoezo? Jij wordt niet betaald. Tuurlijk wat jij wel betaald. Nou, we hebben 15 newspapers. Ga ik die even wegdoen? Ja, ja, Bobby, het is al goed. Had ik hem Bob of Bert genoemd? Ik weet het niet meer. Ik noem hem. Vanaf nu ben jij Bob. En dit is Bert. Hoi, Bert. Hoi. Volgende is 120. Dus laten we zij er terug bij zetten. Ja, ik weet niet waar jij allemaal aan toen hebt gewist in een korte tijd, Bert, maar wilde jij eens godverdomme door werken? Het geld gaat hier zo niet op onze rug groeien, hè, maat? Werk nou toch eens deur, we zijn een verziever. Kom, maat, jij er nog een, zie ik. Hoezo werkte jij trouwens rapper dan uw vriend? Bob, we moeten eens praten. Bob, kijk me eens even aan. Bob, alsjeblieft. Van waar heb je Bert vandaan? Van waar is Bert? Hoezo, je hebt hem onder een brug gevonden? En jij dacht, het is een goed idee om hem hier binnen te... Sinds wanneer bespreken wij geen dingen meer met elkaar? Ja, maar ik ben toch nog altijd de baas hier? Ach, maakt mij dat veel. Bob, ik ben terug. Bob, hallo, ik ben terug. Ik heb 90... Zou je het kunnen expanden, though? Oh, better printing materials. Dat is misschien ook nog wel een ding. Nu. Jullie zijn vol? Nu al? Jeetje, kan ik weer helemaal terug gaan gaan? Jullie hebben printing materials. Is wel handig, maar we hebben nog geen 150. We zouden eigenlijk hem moeten kunnen upgraden.
Ja, ik kan weer terug. Ja, fuck die fiets uit. Die zit letterlijk om de hoek, ja. Dan ga ik telkens in die fiets pakken. Nou, is 44. Your newspaper had an okay story and sold like normal. Ja, 44. Is er mee bezig, maat. Ik snap nog niet wat ik met die ink cartridge moet doen. Moet ik dat hier ergens insteken of? Nou, dat zal het wel. Je bent toch goed bezig, hè, Bob? Bert? Je bent ook goed bezig, hoor. Don't worry. Maar jij bent mijn favoriete, Bob. Jij bent mijn favoriete. Niet zeggen tegen Bert. Hij denkt dat ik... Dat hij is het met me. Nee, niks, Bert. Niks. Bert denkt dat... Bert denkt dat... Hij met me. Hij komt van onder een brug. Ik bedoel... Wat gebeurt er? Oh, we moeten in... Oh, dat was ik alleen maar vergeten. We moeten tax betalen. Ook dat is een ding, ja. Sorry hoor, dat ik heb dat vast vergeten. Jeetje, moet je me gelijk onder de bus gooien, ja. Doe eens normaal. Hoezo? Ik doe mijn best niet. Bert, dat had ik van jou niet verwacht. Je weet toch dat je mijn favoriet bent? Hou je mond. Dit ging tussen ons blijven. Nee, niks Bert, niks. Het ging tussen ons blijven. Echt gemeen. Nou, we moeten even kijken hoe we dit gaan aanpakken, hoor. Building expansion met de printing materials, ja. Die printing materials gaan ons wel veel meer geld opleveren, dat wel. Nou, we hebben eindelijk betere printing materials. Waardoor we iets meer geld gaan maken, waarschijnlijk. En dan is het tijd voor deze te gaan upgraden, die workstations, want... Bob, je bent er eentje, hoor. Upgrade workstation. 15. Lekker. Wel jammer dat we onze eigen workstation niet zouden kunnen upgraden. Maar ja. Je hebt ink nodig. Daarvoor hebben we dat dus nodig. Dan weet dat dus ook vooral. Dan hebben we dus de daarvoor nodig hadden. Hey jongens, zullen we zo meteen een nieuwe vriend, niet aan meer hebben? Ja, Bob, aan jou vraag ik het niet meer, ik doe het zelf wel. Bert, ik ga niet eens binnen bij jou. Je weet zelf goed genoeg waarom. We hebben weer een nieuwe aangenomen, dit is Linda. Linda, hallo. Hallo Linda. Heb je nu... Bob. Even tussen ons. Is dit de Linda die naast Bert woonde? Ja, bedoel ik mee naast Bert slepen. Even tussen ons. Is het waar? Wat een oetlul ben jij. Ik heb toch gezegd dat ik het ging doen? Ach, het zal ook allemaal wel. Je moet eens leren. Je moet eens leren luisteren als ik iets zeg, joh. Mijn leeg Word document. Werken. Dat moeten jullie doen. Werken. En leren luisteren als ik iets zeg. Niks persoonlijk hoor, Linda, maar ik had iemand anders verwacht. De volgende keer neem ik zelf mensen aan. Jongens. Het is goed. Ik heb een extra paycheck gekregen. Ik kan jullie allemaal upgraden. Ik kan zelfs een nieuwe vriend hier. Hè. Maar ik denk dat better printing materials niet zo slecht zou zijn. Ja, ik kan jou net niet upgraden, jongen. Sorry. Ik zou het graag willen, Linda. Maar je werkt er nog maar net. Hoezo kan ik dit niet upgraden? Whatever. Het zal ook allemaal wel. Goed. Als jullie weten hoe dat dit verhaal verder loopt, blijf dan zeker...
geabonneerd op mijn kanaal. Of abonneer je op mijn kanaal als je nog niet hebt gedaan. Druk zeker op het duimpje omhoog. Laat een reactie achter wat je vond van dit verhaal. En dan zie ik jullie weer bij het vervolg, bij een nieuwe video. Ik zou zeggen, tot de volgende video. Later.